Ik zou bijna zeggen dat die halvering heilig is. Maar hij staat wel in ons verkiezingsprogramma. En dat betekent ook dat je vanuit daaruit, en het is ook niet voor niets, want we hebben een heel klein land met ongelooflijk veel dieren, meer dan 100 miljoen. Dus ja, vanuit daaruit... Hij zegt, hou op, halveren, dat is kletskoek. Dat is een geloofsartikel, doe niet net alsof dat nou, kan. Nou, en dat het polariserend is. Ja. Nou, maar dan moet je even terug naar die 3 jaar geleden. Dat was een situatie waarin de politiek boeren heel lang in de steek had gelaten. Jarenlang van vooruitschuiven, het zegt Remkes ook, van de problematiek. Alle geitenpaadjes benutten. En op een gegeven moment staat iedereen met de rug tegen de muur. En de boeren ook. Want die worden elke 4 jaar weer lastiggevallen met nieuwe regels. Nee, maar het was ook nodig van u om dit te zeggen. Was het niet polariserend, maar agenderend. Nou, dat was echt nodig. Nu hebben we het erover. En nu zijn we met de plannen. Maar je had ook kunnen zeggen, halvering van de uitstoot. Dat had je ook kunnen zeggen. Precies. En dat is net iets anders. Exact. Ja. En het zou toch vandaag mooi zijn als je zegt van, nou, achteraf bekeken, ja, Remkes heeft eigenlijk wel gelijk, zoals Caroline van der Plas dat ook zou doen. Dat je zou zeggen van, ik wil ook mijn bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen. Ik trek die met de camera. Sorry, Remkes. Sorry. Goed. Ja. Tromgeroffel. Ja. Ja. Nee, ik kom nog even terug op. Nee, even. Ja. Nee, kijk, dit was echt nodig in die tijd om het onderwerp hoog op de agenda te brengen. Ik heb daarvoor ook in allerlei andere functies, dan zie je hoe de politiek omgaat met landbouw. En dat was altijd een zaak van landbouwwoordvoerders, regel je mest. De rest van de fractie bemoeide zich niet mee. Of het nou D66 was, de VVD, CDA misschien ietsje meer. Maar de landbouwwoordvoerders mochten gewoon hun goddelijke gang gaan. Maar dat is allemaal en daardoor duidelijk, stond op een gegeven moment het hele land wel echt op slot. En zaten we in de dat shit. Is duidelijk. Maar dat betekent dus, dit punt van Remkes, is het inderdaad geen moment om te zeggen, ik had het misschien niet zo moeten benoemen? Nee, of staat u er nog steeds achter? Zou u nu ook nog zeggen, halvering van de veestapel? Het is absoluut noodzakelijk om het onderwerp te agenderen. En het is nu op de agenda. We hebben het erover. En we zijn er gewoon nu ook aan de slag gegaan. Ja, nou, deed Remkes.